Yo, beste mensen van het schoolleven. Mijn naam is Dardro. Jullie horen het, mijn stem is weg. Maar dat houdt me niet tegen om vandaag de derde fitlog te komen opnemen. Als jullie de video van vorige week niet hebben gezien, de fitlog nummer 2, ga hem zeker vast even checken, want dat gaat over de voeding. Wanneer de voeding niet juist zit, gaat je nooit het resultaat gaan behalen die ik op die 3 maanden heb bereikt. Dus hou daar zeker vast rekening mee. En ik zie jullie nu al denken, ja maar, dat is altijd kip en rijst en dit en dat. Dat is bullshit. Je kunt nog altijd op restaurant gaan, maar gewoon de calorieën breken. Daar gaan we niet verder over uitweiden. Dat was de vorige video, maar check hem zeker en vast. Vandaag de derde aflevering van de Fitlog. De tweede trainingsvideo eigenlijk. En ik zou zeggen, kom even mee. Maar knallen. We gaan dus vandaag de volgende spieren aanpakken. Oké, de tweede trainingsdag is rug en biceps. Mag ik eerst iets pakken uit een automaat? There we go. Carnitine, niet om reclame te maken, maar dit is van Q&T. En zorgt een beetje om de vetverbranding te stimuleren. Ook wel lekker. Een beetje limonadesmaak, maar dat is wel leuk voor zo warm weer dat je iets verfrissend hebt. Bent over row staand. Dat is eigenlijk heel simpel. Pak een bar. Dan gaat je benen iets openzetten. Die bar pakken. Je rug, ik zal even zo staan, dan zie je het. Je rug zo, een holle rug maken. Niet zo gaan doen, maar echt zo gaan staan. Pak die bar en je trekt die gewoon zo naar u. Dat is voor je rug. Een beetje voorover buigen. Heel simpel eigenlijk. Moeilijk is het niet. Even opwarmen. En jullie weten het, opwarmen is belangrijk. Zeker voor die schouder. Als je deze kleur wilt bestellen, uitroepteken merch in de chat op Twitch. Of je kijkt hieronder aan mijn video. Maar deze is kleurke nu. Straks is kleurke anders, hè. Dat kan ik je wel zeggen. Oké, 12, 10, 8. 12, 10, 8 moeten we dit doen. Ik ga even drinken. Ik ga het nog 1 keer opwarmen. Dan ga je de rekker pakken en dan gaan we erom beginnen. Trouwens, iedereen een dikke merci die de fitlog vorige week en de week ervoor hebben gecheckt. Want dat is ongelooflijk, hè. Ik had nooit verwacht dat zoveel mensen geïnspireerd gingen worden door die video's. Ik heb immens veel DM's gekregen. Dikke shout-out naar iedereen. Om nog maar te zwijgen van de mensen die eigenlijk al langer bezig zijn. Want ik zeg dit al lang, dat ik dit ga doen. Ik ben al langer aan het fitnessen. Ik post al langer op Instagram, maar niet op YouTube. Oké. Bent over row staand. Dus, zoals ik net zei, eerste oefening 12 keer. Je pakt in ongeveer de breedte naast je benen net. Heel simpel. Je staat schoon met de voeten naast elkaar. Iets voorover buigen. En de gewichtjes weghangen, hè. Simpel. Oké, incline, forward, lean, row. Oké, dat is eigenlijk gewoon, je gaat hierop staan, je gaat er niet op staan, je gaat er lang staan, zet je daar tegen. Weer al zien dat je schouders naar achter pakt de gewicht en je heeft die gewoon zo op, even houden, zakken, op, even houden, op, even houden. Een soort van shrugs, maar je gaat heel hard je zijkant, onderkant terug zo meepakken. Een heel goede oefening, heel goede oefening. Weer al 12, 10, 8. Dus weer al racen. Trouwens, als er mensen zijn die meedoen met de fitlog en die eigenlijk van plan zijn om alles eigenlijk te gaan volgen. Laat me ook weten hoe de voeding gaat. Dat is ook heel belangrijk, zoals ik net ook zei. Laat me weten hoe het eigenlijk gaat. En moeilijk is het niet. Vorige video zeker checken. De volgende oefening is deze. Pull-down machine. Dat spreekt voor zich. Pull-down. Dus je gaat eigenlijk gewoon en je pakt dat. Zo. En dan is het eigenlijk heel simpel. Dan gaat je eigenlijk omhoog. Maar op het moment, ik zal het langs links laten zien. Op het moment dat je dus omhoog gaat, moet je eigenlijk iets uitkomen. Trek het naar u. Hup. Hup. En je trekt het naar u. Een soort van uppercut dat je geeft. Trek het naar u. Hup. Trek het naar u. Dat is de oefening. Even kijken. Dus 1 op 1. Dus links en rechts apart. Pull-down machine. Superset. Dat wil zeggen dat je de ene arm naar de andere meteen doet. Dat je geen 2 minuten rust houdt tussen beide armen. En er staan hier 2 sets van 12 met 30 kilo. Dat is vrij pittig. Dat is vrij pittig. Een oefening dat je zeker niet moet onderschatten. Oké, 12 keer. Elke kant 2 keer. Heel simpel. Oefening done.
natuurlijk weer re-rekken van het gewicht. Want nogmaals, als je de discipline niet hebt om je gewicht weg te hangen, moet je ook niet verwachten dat je discipline hebt om te groeien. Heel belangrijk drinken, hydrateren tijdens de training en zeker tijdens deze temperaturen. We zijn nu aan het filmen in de week waar het die 38 graden hittegolf was. Zorg dat je voldoende water binnen hebt. Heel simpel. 12, 10, 8. Weer al racen. Op het toestel een row staand. Pulley, je kent het. Daar beneden hangen we de kabel. We gaan gewoon, ik ga het voordoen. Dus het is heel simpel. We gaan gewoon hier staan. Pakken dat mee. We gaan iets naar achter. We zitten dan stabiel. Hup, ongeveer zoiets. Dan gaan we die gewoon. Dat is weer al voor je lets. Eigenlijk bijna alles dat je voor rug traint, is gewoon voor die letspret. Dat is vrij pijnlijk. Hè? Racen. Dus 10 keer en dan 8 keer. Dus 10 en gewoon eentje omhoog. Niet verschieten op de kabel. Het valt te zien welke kabel je gebruikt. Maar de ene kabel stijgt met 5 kilo, de andere kabel stijgt met 2,5 kilo. Zorg dat je zo van die oefeningen zoals dit toe, dat je de kabel pakt die je. Dit is 5 kilo, maar lager kan racen. 5 kilo erbij is ineens veel. Ik weet wel wat mijn gewichten zijn, dus ik weet dat het aan kan. Maar verschiet u niet. 5 kilo is veel. Zeker op zo'n laag gewicht. We waren er net bezig met 27 kilo. Als je er net direct 5 kilo bij doet, was bijna dat was een vijfde van het gewicht erbij. Hè. Je ziet het. Het begint al te verkleuren. Hè. Het is recht. Ik heb mijn rug ook aan het zweten, dus ja, een beetje veel. Nog eentje, 8 keer, weer racen, 36 kilo, nadien twee oefeningen, preacher curl voor biceps en bicep curl, pulley, de kabel. Gezien. Rug klaar, dat wil zeggen dat we enkel nog biceps te doen hebben. Dan zou je zeggen, oh, maar biceps, maar als we trainen doen we het goed. Hè. Elke oefening telt. Oh nee, oei oei. Een superset. Oh, echt, dat is echt kak. Wat is een superset? Dat zijn eigenlijk twee oefeningen die je vlak na elkaar doet. En als er één spiergroep is, maar wat dat echt, maar echt moorden bij is, dan is het biceps. Hè. Triceps, sta van nog. Omdat je triceps, 3 spieren in hun triceps, dan pak je meestal een andere beweging. Maar hier is het 2 maal, 1 keer. Hup. En dan aan de kabel zo meteen hetzelfde, maar als staand met een bar. Vlak na elkaar. En, even kijken, daar 3 sets van. Dus, heel simpel, dan deze. Dan vlak nadien de kabel gaan, een bar pakken, rechtstand biceps doen. Hier, 3 keer 15. Hier staat met 30 kilo. Laten we gewoon even proberen om met 20 kilo die 15 keer traag te doen. Want ik heb je nooit gesuperset. Ik zie dat nu pas, om eerlijk te zijn. Waarmee dat ik zo reageer. Nee, ik zie dat nu pas staan. En dan de tweede, dus naar hinder gaan, is 12 keer. 3 keer 12. En daar heb ik ook mijn gewicht op geschreven. Dus we gaan het zien. En tussen die drie sets, maar 90 seconden rust. En zoals ik kan tellen, dat is 1,5 minuut. Dus dat is net genoeg om van dat toestel naar hier te lopen, te drinken en terug te beginnen. Hè. Dus we gaan eraan beginnen. Ik doe die heel raar. Mensen in de fitness lachen altijd met mij. Maar dat boeit me niet. Ik kan op mijn knieën zitten. Waarom? Als ik hier ga opzitten, met mijn benen daarop, kan ik cheaten. Wow. En nu ga ik hier gewoon opzitten. En dan kun je niet cheaten. Pak je dat vast. Het enige wat nu kan bewegen zijn mijn armen. Mijn lichaam kan niet bewegen, want het zit vast. Traag zakken. 2. Traag zakken. 3.
Zes. 13. 15. Het volgende, direct doorlopen. Het toestel waar we eigenlijk vandaan kwamen. Even kijken. Exactly the same. Heel simpel. 12 keer omhoog. 3, 4, voor je zakken. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eerste oefening klaar. Dan nog 2 keer. Verdrinken en eens terug van de. Snapte? Elke dag knallen. Niet opgeven. Blijven gaan. Goeie pompje wel, ja. Ja, desondanks dat ik geen pre heb gepakt, je kunt zien, heb ik een redelijke goede pomp. Als je kijkt naar mijn voorarmen en zo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De preacher curl is done. 12 keer met er vanaf kijken zijn. 1, 2, 3, 4, 5. Oeh, kom aan. 6, 7, 8, 9, 10. Mijn lege man, kom aan. 11, 12. Ah. Dus dit was de derde aflevering van de Fitlog, onze tweede trainingsvideo. Wat vonden jullie ervan? Laat een duimpje omhoog achter. Laat het weten in de reacties. Deel het maar samen met de vrienden en vriendinnen die ook willen trainen en die misschien ook met deze video's geïnspireerd worden. Dat is toch althans mijn doel. En dan wil ik ook nog vragen nogmaals om de vorige twee video's zeker te checken. En zeker de tweede, want die gaat over voeding. En dat is heel belangrijk. Helemaal kapot getraind. Ik zie jullie volgende week vrijdag om 5 uur op mijn kanaal op YouTube. Voor een nieuwe Fitlog. Bedankt om te kijken. Zoals ik altijd zeg, hey, mijn stem is eigenlijk terug, hè? Mijn stem is teruggekomen, nice. En zoals ik altijd zeg, flex die biceps en joejoe!